Goedemiddag jongens vanuit Sassenheim Park. Goedemiddag iedereen. Het is vandaag zondag 21 augustus. Oldtimerdag. En de laatste keer was 3 jaar geleden. Alleen de tourrit vanwege corona. Dus alle inschrijvingen zijn volgeboekt. En je ziet het, motoren komen eraan. Auto's staan hier op de achtergrond. En we gaan een mooie vlog voor jullie opnemen. Zeker. We zijn vandaag ook met 2 auto's. Hè. Ik ben vandaag met onze nieuwe aanwinst. Onze nieuwe aanwinst. Audi 100 GL uit 1973 of 1972. 73. Echt een sexy auto. Dat is zo zeker, mooi. Zeker. Heel mooi nieuw project. Gaan we ook allemaal op ons kanaal zetten. Dus zeker weer een reden om ons kanaal te volgen natuurlijk. Precies. Om te kijken hoe mooi we de Audi gaan maken. Juist. Projectvideo's volgen snel. Zijn er wat dingetjes die gedaan moeten worden aan de auto. En daarnaast zijn we nog met een hele mooie Cadillac Coupe de Wil uit 58, toch? Ja, 58. V8, 7 liter motor, die zullen we zo nog wel lekker op beeld zetten. Ja, gaan we een mooi beeld zetten voor jullie en natuurlijk alles moois wat hier tussen staat. Auto's, motoren, stands, brandweerwagens, ambulances. En heel een super mooie locatie, want het is echt een heel prachtig. Mooi park hier. Ja, prachtig, leuk, heerlijk weer. Kijk en geniet. Geniet. Zo is het. Duur wordt het. 1945. Zo persoonlijk. Die heeft, hè? Brandweervoertuigen natuurlijk. Hey, vlogger 2.0. Ja. Ik heb daar 400 auto's. Kijk, zo. Photoshop, thumbnail. Ik heb er al gekomen.
geleerd. Ja, en er wordt nog brand en water. Ja, dus kijk hoor, dat is een hele oude Belgische auto. Telefoon is nog makkelijk te onthouden toen, 4 cijfers. Ja, toch? Ja. Een heel mooi auto. Ja. Staan, ben ik op zoek naar de 55 dat is mooi. Ja. Heeft hij het zelf gedaan? Het meeste wel. Ja, spuiten niet, kracht maken niet. Ja, zo, ik zelf wel een beetje denk ja, 100 steden. Ja, dan met 100 euro per uur. Ja. Ik zie ook hele oude ratten Ja.
Ga je toch niet? Ja, dank je. Hoi. Als je die grote eencilinder ziet, achterin langs het water, als jij rondloopt, buitenin. Goedemiddag, dames. En heren, gaan we dan beginnen? Eigenlijk zijn we al bezig. Het zesde Oldtimer Festival. We hebben er 3 jaar op moeten wachten. 3 jaar. Maar goed, we gaan beginnen. De weergangers zijn ons gunstig gezind. Zeg maar zeer gunstig. Het zonnetje schijnt. We gaan aan de gang. Veel auto's. Ik doe vanmiddag wat auto's met een aantal mensen. Ja.
Thank you.
Yellowstone en zo. Dus ik neem aan geïmporteerd. Ja, dat kentekent zien zeker, ja. Hier is de parkeren. Dat is wel goed. Maar we hebben wel parkeren nodig. Of zijn hele familie dan? Ja. Ja. Thank you.
Oké, loop even naar de brug. Zie je al, cilinderblokken, maar geen kleppendeksel op zitten. Dan moet je ze gewoon nog smeren. Kijk eens, mooi in de verf. Mooi in de verf, deze ook. En die kijkt hier op. Ale ten, młody dopiero wyrusza z hagi, nie? Ale mówi, że tak się umawiali, że... Trzech trany w moje ogen. Co? Staat daar een Alfa Romeo Giulia. Echt? Zelfde kleur. Misschien is het wel, onze oude. Met zo'n autootje kan je wel in die klaar. Ja, maar ik heb hem inderdaad gekocht in Brabant. En die was nog leeftijd. Die begint zo laat. Ja.
Nou, dat was toch weer een mooie dag, Vincent, of niet? Zeker weten, ja. Het veld is al behoorlijk aan het leeglopen, zoals jullie zien. Ja, de auto's die gaan allemaal weer een beetje weg, maar er staan achter ons nog een heel groot groepje lekker drankje te doen. Ja, zeker. We hebben ook weer een hele mooie dag gehad en ik hoop jullie ook in deze video. Ik denk dat er weer heel veel moois te zien was. Absoluut. Wat was je favoriet? Ja, ik heb geen favoriet, Red, weet je. Alles is voor mij favoriet. Mijn favoriet is de Audi 100. Oh ja, stond er maar eentje, en de Ford Thunderbird natuurlijk. Zeker weten, ja, er stond weer genoeg moois vandaag. Ik heb weer heel veel mooi gezien. Ja, natuurlijk de Studebekerhoek daar, super mooi. De Studebekerhoek van Piet Nicola, daar komt binnenkort nog een vlog van. We gaan zijn hele collectie op film zetten voor jullie. Dus like, subscribe op onze channel. Bedankt voor het kijken voor deze video, jongens. En een hele fijne zondag. Yes, tot de volgende. Hoi, hoi.